Yo, pakkers, welkom bij deze video. In vandaag zit in een keer waar we iedereen kunnen vermoorden, de oude serie en hel voor alle mensen gaan maken en ze gewoon kunnen afslagen en allemaal andere leuke dingen. Dit is speel gedaan, Wildbox. En in vandaag Wildbox video, doen we niet zomaar Wildbox video. Nee, we doen een Wildbox video. Nou, we zetten een keer wat nieuws aan. We zetten aan dat mensen maximaal 100 mensen in een populatie kunnen hebben. Dat hebben we nog nooit eerder aangezet. Kijk eens. De populatie, grote bevestiging, wacht maar tot 100. En we zetten grenzen uit. En we zetten... Wat zijn we nog meer uit? We zetten red op die saasjes ook uit. We hebben altijd gediesel, die zetten we aan. En we zetten ook lava voor eeuwig aan. Dus ja, this is gonna be a very fun experiment. En om het nog een beetje spannend te maken, kom hier bij Vulkan! Zij. Oeh, en er is ook nog een spannende vulkaan in het midden. En we beginnen natuurlijk met, zoals iedere Wildbox video, een gevecht van de basisspecies. Hier komen de dwarfs, een echte strijders van de dwarfs die klaar zijn om iedereen te gaan domineren. En hier in de linkerhoek in de savanna. Wie kan de orks? De orks, die kunnen wij dan zo. En dan natuurlijk niet te vergeten de elfen. De elfen zijn er ook wel klaar voor. En dat moet dus eventjes niet. Nee. Eet hem op. Eet hem op. Waarom eten ze niet op? Wacht, pakken ze even wat doen. Krankzinnig. Oep. Hoppelee. Die tegenkomen krijg ik het weg. Eens kijken naar dit in de linkerhoek. We got them. People. En die kijk. Dit lijkt dus vrij standaard. Wacht. Ik wil het een beetje aan een paar andere pijn gezegd hier. Kijk, ja, jullie krijgen een keer de snoep aan, jong. Kijk, mensen, een van de moes moet overleven, maar jullie zijn ook wel goed, of niks soms. Kijk eens, en dat doe ik eens zo. En dan zetten we hem eventjes op. Kijk, we moeten eventjes door gaan kijken, oké. Dus we laten niet iedereen, laten we zeggen, 30 mensen hebben. Kijk, 30 mensen, helemaal mooi. 30 dwergen, dwarfs, een stuk of 30 elfen. Kijk, 30 elfen, helemaal precisie en mooi. En een stuk of 30 orks. Kijk, die normaal wel dat winnen, die super power zijn we alsnog. Kijk, 30 orks. En dan zetten we ook een mensen hier. Een stuk of 30 mensen. Kijk eens, 1, 2, 3. Oké, kijk, en nou is dit geregeld, want de mensen die mogen, die hebben recht op bomen. Mensen, got some trees, you have to serve the rights to have trees. En dan zetten we dus dit hebben uitgezet, en dan gaan we ze volgens zien hoe ze gaan civilizations en wie gaan winnen. Wie of wie gaat er winnen? Gaat de dwarfs winnen met de dapperheid of gaat de elfen winnen met de enigste echte koning elf genaamd. Koning elf, you are the blessing. You are blessed and you are when you die. En je bent ambitieus en je hebt een koude oude bliksem en je houdt van bloemen. En je bent een echte diet. Je bent sterk. Je bent verder een krachtig en snel en attractief. Wit steeds door je wanden omhoog. Kijk eens, Elven King, doe je ding. Elven King, doe je ding. Kijk, en dan zijn we volgens op Sonic Speed, als we ons niet vergissen. Gaan we kijken wie er gaat winnen. Of gaan de mensen winnen, mensen. Gewoon normale mensen. Gewoon zoals ze zeggen, mensen. Gewoon normale mensen, zonder veel eisen. Mensen met simpele behoeftes. Elven houden niet van alles. Hun houden hun niet van. En deze, die houden ze niet van mensen. Helemaal mooi. Maar als je gaat kijken, hoe gaat het hiermee? Hier lijkt het redelijk goed mee te gaan met de Grimoire Clan. Het is de clan van de Grimoire. Of ja, de vulkaan raakte net uitspreken. En ze hebben een leger. De Ors, Kodon en die leger. But how strong is your army? Oké, jullie hebben een leger met drie. Kijk, hoe gaan jullie cheaters in wildlife handelen? Je komt er kwaad aan de... Dan heb ik friendly mobs aan. Nee. Kijk, gaat die cheater niet nog wat doen? En de cheater is weer kijk met de ramp. De disaster is gestart. En de cheater wordt de
skill, maar ik denk van niet. Nope, de neushoorn is skill. Deze dief heeft een kill en oh. Oh, hij is pandemonisch. Je houdt ervan de regel, dus een brandend. Nou, dat is een groeiend reet, mijn beste mensen. Met de elf gaat niet tegen, maar de mensen gaat niet tegen, deel niet zo goed. Nou, zet me op Sonic Fleet. Maar deze map wel heel cool. Maak eigenlijk nooit meer echt zelf een map voor YouTube-video's. Kijk dit dan eens. Kijk dit, een echte sprinkeling. Dat is echt super cool. Maar ik denk dat de map een beetje een WP is gaan gebruiken. Beetje hier, beetje daar. Overal beetjes. Beetjes hier, beetjes daar. Overal beetjes. En ik heb back. Heerlijk dit. Dus kijk, een beetje hier, een beetje daar. Beetje zo, en een beetje komt uit de mountain. En in de mountain is er vaak een grote oceaan. En in de mountain, kom hier, joe, oceaan. En deze mountain die heeft niet zomaar alleen dit. Deze mountain die kan zo dilute in de Clash of Clans hier. Eigenlijk zilver. Die got it. En die got also a little bit amethyst. En dan some of gold. En dan zo dit spul. En dan gaan we steen. Steen. En dan kijk je. Nee, dan kijk je bijna als de jackpot. De dwarfs die krijgen de jackpot. En dan kijk je. De dwarfs welke wapens hebben jullie. Dus kijk je. Jullie hebben dus. Oh, eerlijk. Dat is nog wel hetgeen die ik wil hebben. Waarom gaan jullie niet civilization staan? Bakkers, ik heb trouwens ook nog een andere iets aangezet. Ik heb namelijk ook nog dit uitgezet. Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat dit is. Maar dat zou wel. Ik hoop dat je staat te snel fast city cross aan. Kijk, moet kijken. Waar is dat? City fast. City fast. Nee, city fast pop cross. Nee, city fast zones cross. Kijk, nu krijgen ze wat snelle zones. En dan gaan ze ook nog een beetje sneller werken. En ook, ach, weet je wat, ook fast coaches en fast construction. Fast coaches hier per se, kijkers. Nu gaan ze ook een beetje snel opbouwen. Ik hoop dat dit een beetje echte spanning erin roept. En zijn er echt... Ik wil torpen. Kijk, ja, ik heb alles. Maar nu komt het volgende event, bij namelijk jaar 60, komt het volgende event. Het event heet Rebellions. En in dit Rebellions event, we gonna verklaren bij Rebellions. Want we kijken hoe de rebellen gaan doen, kijk eens. Hier krijgen deze de rebellen. Steeds krijgen de kleinste landjes de rebellen. Kijk, ik hoop het helemaal mooi. Rebellions, en hier is deze het kleinste voor rebellen. Kijk, ook rebellen. En kijk, in dit wat ook rebellions. Kijk, is ook blauw. Dat zien we gewoon dit ook. En nu moeten we volgens mij gaan kijken wat ze ermee gaan doen. Kijk, er zijn rebellen gestart. Kijk, helemaal mooi. Maar dan moeten we zo wel gaan kijken als er ook oorlog komt. En er is oorlog! Er is oorlog uitgebroken! Never mind. Is hier oorlog? Ja, het is oorlog! Wacht! Ik heb jongens dat mensen mee kunnen ver. Wow, stop! Ik maak eens de oorlog in! Ben ik ook! De 80-jarige oorlog! Kijk, wacht. Ik moet eventjes goed van gaan voor gaan zitten. Wacht. Oké. De oorlog is begonnen. Oké. De kerk, hoor. Die zaterdagoorlog goed af. Oké. Maar we hebben wel een groot leger, dus we moeten dit makkelijk kunnen gaan pakken. En eens kijken, hoe gaat het hier met de rebellen? Hebben de rebellen een oorlog of niet? Ik kan niet zeggen dat de rebellen met elkaar oorlog hebben verklaard. Wacht, daarvoor heb ik wat nodig. Als het goed is, was er toch iets waardoor je kan zien. Oké. Deze, die hebben oorlog met die. Oké, pakken ze leger van 27 aan de orks aanval. Kijk eens dan. Die arme boertjes zeggen. Oh nee. Help ons. De boer. Jij bent krankzinnig. Hoe voelt het nou? Kijk eens, je bent krankzinnig. En oké. Het leger is dus redelijk slecht. Ze hebben een ork met de kosten hier gedood. En wie volgt nu? Oh, ik volg die. Kijk eens, ik volg hem. Kijk, ik heb nu een rondje omheen gezet. Kijk, die daar volg ik. Die. Ja. Dus kijken, maar hier gaan ze dan de leger strijden. Ze gaan de rebellions aanpakken. En eens kijken, hebben hun ook oorlog? Ja, iedereen volgt met rebellen. En oh, deze rebellen hebben ook nog een leger. Oké, deze rebellen die kunnen wel een beetje spannender gaan worden. Weet je wat, ik zet me op trigger speed. Anders vind ik een beetje langzaam gaan. Kijk eens.
Deze rebellen die gaan er ook zand in. En ze hebben een nieuwe kolonie gestart. En oh, ze zijn echt bijna bij de koeties en loes. Ja, ik trek jullie me zeggen misschien. En oh, deze rebellen die hebben een tweede kolonie gestart. Deze en dit en hier is allemaal de overbouwde koning. Kijk eens, waar is die overbouwde koning? Ja, ja. Oh, dit is dus niet de overbouwde koning die ik bedoel. En wat is dit? Kopersvaart, is dat nieuw? Nee, van mijn bestond al heel lang. Maar kijk, dat is dus niet de overbouwde koning. Dit is de overbouwde koning. Huh? Dat is maar een van het dom kind. Ja, dit is de overbouwde king. King of kings. Heb je ook? Ja, je hebt een gouden tand. Die heb ik je niet gegeven. Maar je bent 80 jaar oud. King of kings, doe zo op die. Doe het nu. Hij gaat struiken pakken. En er zijn zojuist twee kolonies vernietigd. Kijk, dat is weer terug ingenomen. En je moet ook een andere kleurvlag krijgen. Vriend. Kijk eens. En oh ja, laat me. Nee, nu is het zeer verwarrend. Weer terug naar je volgende. Ik zei terug naar je volgende. Ja, bovendien. Oké, dus de kolonies zijn allemaal neergeslagen, behalve die van de mensen. Die van de mensenkolonie kan er gewoon een beetje moeke veldslag wachten. Nou ja, kan niet eigenlijk, als een leger, zeg maar, het leger is zeer ongeochterd. Dus ja, daar gaat denk ik nog wel een stukje duren. En Egoch is een nieuw dorpje gestart. En oké, dit is weer een klein oorlogje. Ja. Ik denk dat de mensen nog wat moe kunnen herkrijgen met de kolonies. En de Ginger is er ook natuurlijk bij. Ginger, een slappertje, Ginger, ik reken op jou. Dat jij ze naar de winter die gaat carryen. En de Ginger heeft heeft een kind geslagen. Dan heeft nu een andere kind geslagen. En de Ginger die gaat voor. De Ginger die slaat een kind in elkaar. Pak hem, dat kind. Waarschijnlijk die lief en zijn keel wordt gesteeld. En hij heeft een keel van een meter Gintje gesteeld. Ai. Is hij gecrashed? Oh nee. Want ik krijg een beetje pijn in mijn stem. Misschien hoort het wel, maar de... En zijn kolonie hebben ze teruggepakt. De kolonie is teruggepakt en... Oh, hun zijn weer een tweede kolonie gestart. Maar die gaat Gintje natuurlijk ook niet pakken. Waar ben je, goeie Gintje? Waar staat hem? Wat heb je in de tussentijd alweer 6 kills gemaakt? Gintje is al overpowered, zeg. Gewoon 6 kills en hij rent ook super snel. De Gintje die heeft bloedlust. Hij heeft bloedlust. Hij gaat ervoor met zijn bloedlust. Pak een kind. Pak die. Dag niet. En oké. Die Gintje die is echt super overpowered. Gintje King. En oké, hij heeft hem ook gekild. Gintje. Ik geef hierbij u de trains code order. Deze bloem. Je bent een vrezen. Je bent een vlees in de afwegsteen. Je bent een keltenbarbaar. Gezegend en je houdt van pommen. Zij het overkomteert. En je bent niet gekust. En je bent eenoogig. Zie de gaaf uit. En je hebt dit. En je hebt een kogel. En je hebt dit. En je hebt geluk. En een codentijd. En die. En ook nog een vetter. En ook nog giftig. Kijk eens. Maar je bent wel Tom. Tom, dombie. Kijk eens, Gintje, hierbij benoem ik dat de maximale koning. 30 Gintjes. Kijk, ik reken op jou dat jij ons hier verder gaat kennen in de mensen. Maar eens kijken, hoe gaat het dan dus bij de rest? Er is nog niet zo heel veel gebeurd, behalve een paar kleine civilisaties. Ik denk dat we nu voor een tijdje, weet je wat, we gaan een volgend event in zijn. Dat was alleen het eerste event van vele rampen. Nu komt namelijk de ramp der dragons. Kijk, een beetje in het midden van de map. Ik geef jullie allemaal een ster. Oh nee, dat kan niet. Ik kan het niet boven. Oké, eens kijken. Oké, dragons. Hoe gaan jullie er vanaf brengen? Oké, de dragons zijn allemaal verspreid. En eens kijken, wie. Oké. En... Oh, daar is ook een dragon. Oh ja, die is niet zo erg. Kijk, maar eens kijken. Hebben we een dragon? Oké. De waarom zijn dit elfen? Ja, de elfen die hebben redelijk veel geluk qua dragons. Team. En de mensen zijn te low. De mensen die hebben 2 dragen. Hebben de mensen al bijna boog? Wacht. Dit is een beetje belangrijk. De mensen al bijna boog. De mensen hebben geen bijna boog. Beste mensen, jullie zijn dood. Dus ja, de mensen die hebben geen bijna boog. Ik denk dat nu langzaam heel land. En ongelukkig, er slaapt iemand. En ik denk dat nu langzaam aan jou te slapen bijt. Ik denk dat nu langzaam heel jullie landje wordt vernietigd.
Dus dan doe je beetje te low. Maar we gaan een beetje verder op zo'n gebied zetten. Kijken wat er voor event nog meer allemaal gaan gebeuren. Nee, de prachtige weergoed of vugel. Dick, ik zweer je. Ik heb dit niet gedaan. Kijk eens, het koninkrijk werd al zichzelf opgericht. Ik heb geen rebellie gedaan. Ik beloof je, ik heb dit niet gedaan. De orks hebben rebellen. Ja, dat kan je nog over vertellen. Dus kijken, de orks en de rebellen. Ik denk dat ze hebben een oorlog. Daarvoor moet je gaan kijken. Wacht, laat mij even kijken. Laat mij toch nog even kijken. Oh, we hebben dus geen oorlog. Dus echt gewoon een nieuw kindompje. Oké, dat is wel mooi. En hun hebben de pile of loot bereikt. En er is oorlog. Oh, het mind op green. Oké, waar is het? Het lijkt goed dat de oorlog is uitgebroken. En hier gaat het dan. Het gevecht van de eeuw is uitgebroken. Tegen de woestaarde getraagd. En nog tegen de meedogs. En dit doen we dus. Met andere woorden. Die lul. Dit zijn de lotus. Die kijken. Moet kijken. Kan ik goed? Ik hier een beetje veel leg. Ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe ik leg heb. Maar heel kijk. Ik hoop dat de leg nu een beetje gaat stappen. Maar en oké. Ja, die hebben oorlog met de orks. Ja. Nee, met het dwarfs. En dikke gemoek wordt. Want hun hebben ook bijna bogen. Maar de elf die hebben ook bijna bogen. Kijk, die aanvoerder van de elfen. Kijk, dit is een echte spannende nederlaag. Ik ben voor de elfen deze keer. Vanwege dat de orks zou mee het zwaar zou die goede loot hebben. Kijk, die elfen dan eens gaan. Wie zijn de elfen? Oké. En oei, dit is ook naar. En hoe daar poot. Oh ja, ik had die kleine zout gebruikt. Daar maak ik nu kennelijk gebruik van. En oei, dit is echt een groot oorlog afgelopen. De dwarfs worden van alle kanten aangevallen. En de elfen hebben hier zo'n kleine kolonie gesticht. Yep, maar die kolonie leeft denk ik niet voor lang. Dan kijk je, de elfen die zijn dus de orks. Die dwarfs zijn dus die groenen. Die dwarfs mogen mij ook wel winnen voor je dat zoveel hebben. Maar ik ben niet partijdig. Dus kijk, hoeveel kills heb jij al aanvoerd van de elfen? Ja, je hebt voor 6 kills en een legendary bow. Kijk dit anders. En hij werd gekillt. En deze heeft dus 2 kills en een zuiver met een bijna boog. Bang, 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 bang. En deze is ook gekillt, of niet? Nee, we hebben welke volging nou? We hebben een volgje. Ik weet eigenlijk niet eens welke ik me volg. Ik weet alleen dat hij 4 kills heeft. Oké, okay, in grote gevecht zit zelfs de dwarfs. Die bemoeien zich ermee. En oké, het lijkt erop dat de Ask Mini Cologne nog niet kapot is gemaakt. Dit is op zich wel heel interessant nu die hond er even aan. En dan gaat ze veel meer klonisch maken. En dat maakt het wel een stuk spannender. En Rachel mag niet kwijtraken. Ze beschermen Rachel uit alle tijd. Rachel is het main, staat hij. Ja, dat is Galor. En als ze Galor hebben bereikt, dan zijn ze eigenlijk echt lul. Als ze Galor hebben bereikt. En wat is hier? Tachon. Dat is die en dat is die. Oké, maar ze blijven sterk, die orks. Die orks die hebben zo'n counterattack gelaunst. De orks hebben een counterattack op de elfen gelaunst. De orks die komen weer de counterattack. Kijk ze dan eens gaan. Kijk hem dan eens. Een dappige strijd. Die houdt wat bier. Daar houden we van hier in Nederland. Kijk hem dan eens gaan. Hij sloopt iedereen. Dit is gewoon die bul. Yep, en er is zojuist een keer vermoord. Rust in peace. In vrede. Ja, en oei, daar ging veel dood, daar ging veel dood. Die draak, die slaagt ook oude legers af. En oei, daar ging er, oh, die was in de zee. En die draak, die wordt echt gelezen. Dat is niet te beschrijven. Die draak heeft nog een stuk of 500 helft. En hij doet steeds winst in het water. Die draak, die gaat zo denk ik wel dood. Hij moet nog eentje op het land doen, knokhoofd. Knophoofd. Ja, dat zou wel. Maar oké, ze hebben. Oké, nu moeten ze Ergon verdedigen. Maar het lijkt erop dat ze voor een van de main capitals gaan. Ze zijn dit landje heel goed kwijt. Dat is wel zonde. Weet je wat? Ik zei Poolse burgers. Zet ik ook een keer uit. Ik heb dit eigenlijk altijd aanstaan, maar zet ik een keer uit. Kijk eens, hoe gaat het oorlog nu van door? Nee, nu mogen alleen nog maar legers mee vergen. Dit maakt misschien ook een soort spannend. Kijk, nu is die boer gewoon. Die mag gewoon niks meer doen. Zijn kindje. Weet je wat, ik zet hem toch weer aan, want anders kunnen de kleine kinderen niet wat. Kunnen de kleine kinderen niet mee vechten. Kijk, nu kunnen de kleine kinderen ook mee vechten en vluchten. Want ik vind het nou zo grappig, misschien onze kleine kinderen verliezen. En, oh, ze zijn bij de mede,
maar zij bent de main capital. Zij bent de capital van de stad. En ai, ai, ai. Dit is echt. De capital van mijn stad is vernietigd. Maar de counterattack van de mens, van de orks, die gaat ook wel lekker hoor. Van de mensen. Maar ze zijn nu bij de capital. Ze zijn bij de main city gekomen. En ai, nu wordt het spannend. En om het nog spannend te maken, we zijn er ook nog één poppenband in. Er wordt een mees. Een evil mees. En die evil mees, die wordt echt in elkaar geklikt. Kijk eens, doe het. Oké, en die evil mees, die wordt gewoon grandinaal vernietigd. Nee, hij heeft wel wat lekker schade aangericht, want ik hou altijd van vuurspeeltjes. Kijk eens, de evil mage, die gaat ook wel lekker hoor. Die evil mage, die gaat zeker lekker. Kijk eens, en wat gaat er eigenlijk langzaam in 5 keer speed? Die evil mage, die vernietigt ook lekker wat mensen hoor. Ja, ja, ja. En nu zit het lekker te zagen. Hij heeft 8 kills. Evil mage, doe lekker je ding. En, oei, en ja, dat heeft veel nut. Oh ja. Slaat dan maar een klein kind af. Ja. Daar houden we wel van hier. En oh, de main city gaat in orde. Het lijkt erop dat de main city in orde gaat. Maar weet je wat, maak ik deze video toen eigenlijk 20 minuten. Ik denk niet dat we nog genoeg MP hebben om de edit te nemen. Oh, we hebben nu echt een heel groot leger op de counter gezet. We hebben een heel groot leger en de zon is bijna kapot. De zon heeft nog een paar mensen leven. Ik zet nu eens dit aan. Dan kunnen ze de zon gewoon zo verhogen en... Oh ja, zon is vernietigd. Oké, maar eens kijken, wat gaat er nu gebeuren? En die ors, die kleine kolonie van de ors, leeft trouwens ook nog steeds. Dus ja, het is wel een gespannen strijd. En die kleine kolonie van de ors heeft ufouw ook... Zijn dat ors? Huh? De mensen zien er trouwens ook niet zo lekker voor. Weet je wat, ik zet hem juist dit aan. Dan kunnen kijken hoe de mensen gaan en... Kijk eens kijken... Hoe gaat het ervoor met de mensen? Kijk, de mensen hebben nog 356 en... Ik denk eigenlijk dat die hoe heet dan gaan winnen eigenlijk. Dat het zwaars gaan winnen. Je hebt de zin gewoon kan zien dat dat gaat gebeuren. Maar nu is zijn galog ook bijna verloren. Maar net niet, dus je hebt... Dit ziet er een grote kans in dat galog gaat verliezen. Weet je wat, we zetten met je op Sonic Speed. En dan zien we wel wie er gaat verliezen. Kijk, oké, ze vechten en ze vechten. Ja, mijn rug begint bijna ook een beetje pijn. Ik moet weten dat ik vast wel dat ik tegen de muur aan moet zitten. Ik kan er rechtop zitten dat ik een pet heb. Het is goed voor mijn rug. Maar goed, ik denk dat we wel kunnen concluderen. Ja, ik doe gewoon een persoon zien. Weet je wat is? Ik moet een beetje spanning inhouden. Eens kijken, hoe gaat het met de dwarfs? De dwarfs die strijden en trekken. De dwarfs die... Ik heb echt zo'n partijtje leg. Ik moet trouwens ook een beetje poepen. Wacht. Met de dwarfs die strijden ervoor. Kijk, die dwarfs, dat is gaan ze redden. Hand in hand. Al zegt de strijders. Hand in hand. En ook de aanvoerder heeft een 5 kills. Hij heeft sowieso een legendary code stick. Hij heeft een legendary stick. En een man met een legendary stick. Zwaar voor die te eten is... Kruiden. Kun je kruiden? Kruiden kan niet je favoriete eten zijn. Hoe kan kruiden nou weer je favoriete eten zijn? Ik snap dat hekskaas een stokbrood je favoriete eten is. Maar als hekskaas bijvoorbeeld je favoriete eten is... Dan eet je rauwe heksenkaas op of rauwe kruiden. Man. En hij is ook aan het toosten van de honger. Ja, hij heeft honger. Zie je wel. Kijk, hij heeft nu AP tegen. En hier gaat hij dan weer. Hij gaat weer verder. Hij gaat weer verder met de frontlinies verdedigen. En ai, dat was een mooi kill hier. En hij gaat dan meer mensen killen. Yep. Hij gaat wel lekker zo. Hij kan ook nu niet meer regen, net zoals in Minecraft. Moet één en eerst een lekker visje opgegeten. Een lekker romig visje. En oké, maar eens kijken, hoe gaat het hiermee? Kijk, die galog zijn bijna verloren.
Weet je wat om het een beetje spannend te maken? We zetten baby's uit. Zo gaat het een beetje sneller. Het event. En ik zet van de spanning ook eventjes wat bij andere dingen in. Want de video duurt nu vijf vrouw heel lang. Zet ook bij cyborgs in. Dik. Kijk, en zijn de cyborgs gelaunched? En ja, er zijn cyborgs. Kijk, die kleine cyborgjes dan eens. Kijk, staat die biew, biew, biew. Kijk, staat de schieten. Biew. Yep. Die cyborgs, die zijn ook gelaunched. Eens kijken. Zijn hier ook cyborgs? Ja, daar is zeker ook een cyborg. En die gaat ook wel lekker. Eens kijken, zijn er meer echt dan de cyborgs? Yep, daar zijn ook cyborgs, als ik niet vergis. Je hebt een cyborg, killing, cyborg. Cyborg, easy, queen, bing. Dong. Kijk, ze verdedigen met leven. Ze maken wel lekker veel kills, die cyborgs. En er mogen dus geen baby's meer komen. Dus iedere kill kan verhaal zijn. En iedereen vormt een oorlog met iedereen. Zullen we op Sonic Feed? Ik stap er eigenlijk niet meer. Weet je wat, ik denk dat dit gewoon een eindvideo is. We gaan commenteren dat één iemand gewonnen heeft. En als ik nog niet genoeg lek heb. En nou, ik crash zo meteen nog. Maar het is een eindvideo. Like en abonneer. We zien jullie weer de volgende keer. Woehoe! Nou, nog deze iedereen dood. Weet je wat? Let's flip the coin of death. The coin of death! Do. Let me de even weg daar zo! Hoeveel entities van de fighters? Oh, ja. Nu was het helemaal het einde. Kijk, dit slagveld anders. Zonde van de wereld eigenlijk, maar de wereld wordt aan de overgenomen. Kijk, hier was Galor van de orks. Nee, van de dwergen. En hier waren de elfen. Leven eens in vrede. Hoe krijgen ze eigenlijk oorlog? Kwam ik denk tot de rebellions. En de mensen, die zijn hier ook allemaal vernietigd. En deze, die zijn ook vernietigd. Ja, echt alles is vernietigd. Vraag me niet hoe, maar van me zijn echt oude gebouwen vernietigd. Maar als dit zijn video, like en abonneer. En we zien je weer de volgende keer. Wie ha! Doe. Dus dan blijf ik lekker creëren. Ik zit daar. En we niet iedereen. Oeh.